vraag. Ik ben vereerd dat ze denkt dat ik daar het antwoord op zou kunnen weten. Maar wat belangrijk is, is denk ik zelfredzaamheid, zelfstandigheid. Het geloof in je eigen denken en de moed om, zoals ja, zalmen tegen de stroom, in te zwemmen. Maar ook kunnen uitleggen waarom je dan tegen de stroom inzwemt. Dat is een zeer mooie levenshouding en ik denk niet dat je lang moet wachten om dat aan te leren. Ik probeer nog altijd de puber in mij aan te spreken, op tijd en stond. Er zijn een aantal karaktertrekken die sterker bij mij ontwikkeld waren als puber. Verzet. Ik had een goed gevoel voor verzet. Maar dat was altijd een doordacht verzet met een reden. En ik was iets dapperder. Ik had een iets grotere muil ook toen. En ik mis dat soms. Ik vind dat ik te braaf geworden ben. Dus eigenlijk, tussen je 12 en je 18 hoef je eigenlijk niet zoveel te leren. Die dingen zitten wel vanzelf in jou. Je moet nadien die dingen proberen vast te houden en te raffineren nog een beetje.